Mien Dijkhuizen, een 2 nederlaag uit bij Jong Ajax. Met wat voor gevoel sta je vanavond? Ja, teleurstellend om te verliezen. Ajax is een hele lastige ploeg om tegen te voetballen. Echt technisch zeer begaafd. Zeer veel te grote talenten in dit elftal. Dus je hebt gewoon moeite om tegen hun in het duel te komen. Omdat ze zo vaardig zijn, zo handig met de bal. Ballen spelen die andere ploegen niet spelen. Dus dat wisten we wel. Dus ja, dan is het moeilijk. Dan houden we het aardig vol. Maar met name aan de bal brengen we dan veel te weinig. Als je meer aan de bal kan brengen, dan gaat het kaasje sneller leeg. Dat zag je de laatste minuten. Dus altijd bij dit team, dan valt er veel te halen in dit soort wedstrijden. Ja, met name aan de bal gewoon te weinig initiatief, veel breed. Maar met name te weinig kwaliteit, waardoor we iedere keer de bal kwijt zijn. Met name voorin. Ja, en dan ben je te veel aan het verdedigen. Dan wordt het lastig tegen zo'n ploeg. Was het dan een terechte nederlaag om het al? Ja, uiteindelijk waren hun overal wat beter. Wij gingen pas echt wat beter voetballen op een eindfase van de wedstrijd. We spitsen extra bijgooien. Bij hun ging het kaasje leeg. Dus dan kwamen we beter in de wedstrijd door en hadden we meer lef. Er kwam ook meer ruimte op het veld, omdat hun zie je echt dat het conditioneel dat niet 90 minuten kunnen volhouden. Dus uiteindelijk hadden we daar nog wel gelijk kunnen spelen de laatste kwartier, maar hij was de betere. Dat gelijkspel dat hing eventjes in de lucht, maar dat was denk ik niet terecht geweest, denk je wel? Nee, zeker niet. Zeg ik, het kwaliteitsverschil. Ajax is beter. Met name op middenveld veel kwaliteit. Ja, en ik vond ons voorin weinig brengen. Serie had het heel moeilijk. Alle drie hadden ze eigenlijk moeilijk voorin. Die ging wat beter spelen toen Vizay naast hem kwam spelen. Maar dat was helaas niet genoeg. Als je de elftal dan naast elkaar legt, is Ajax dan kwalitatief ook het betere elftal? Ja, vind ik wel. Er zijn supertalenten, een aantal supertalenten die lopen als je de licht ziet spelen. Ja, dat is een geweldige speler. Die is pas 17 jaar. Nouri, Verbeek, lopen gewoon potentiële Ajax 1 spelers en misschien wel Nederlands elftal spelers in dit elftal. Kijk je dan naar NAC, ben je mee natuurlijk om promotiestrijd. Dan vind ik dat wat zorgbarend eigenlijk, dat zo'n jong Ajax eigenlijk veel beter is dan dit NAC. Ja, dat snap ik. Aan de andere kant, PSV heeft ook een heel goed team. Op dit moment heeft PSV en Ajax hebben hele goede lichtingen. En aan de ene kant zorgelijk, maar aan de andere kant denk ik ook van ja, als je misschien het spelersbudget van dit elftal naast elkaar legt, dan is dat vele malen groter bij Ajax. Dus ja, als je het zo bekijkt, is het niet raar en ze kunnen niet promoveren. En wat ik eigenlijk ook verwacht met dit team, dat een aantal jongens sneller doorgestromen naar het eerste. Dat dit elftal over 2 maanden een stuk minder is dan het huidige elftal. Je hebt als NAC wat dat betreft ook wel pech natuurlijk. Tegen Jong PSV speelde Sim de Jong mee vanavond. Anwar El Ghazi, die denk ik de man van de wedstrijd was. Baal je daarvan als trainer? Ja, natuurlijk is dat balen. Zeker als ze dan ook nog wat verschil maken. Het is een gegeven, dus je kan er wel wat druk op maken. Het helpt niet, maar het blijft balen. En als ze dan ook beslissen zijn dat ze dus tijden... Ja, dit is helaas onze competitie opzet. Die is helaas zo. VVV won hier makkelijk. NAC verliest hij vanavond. Je zakt daardoor wat op de ranglijst. Baart je dat zorgen of is dat iets waarmee je rekening houdt? Nou ja, je wil natuurlijk zo lang mogelijk aangeven. Zo lang mogelijk willen aanhaken tot winststop. En dan daar vandaan hebben we een jong team. Hè. Je ziet vanavond alleen Jef Stans 6-27 en de rest is... Dus de 18 en 23. En bij Vlagen, ik heb ook een paar hele goede spelers zien. Arno Verschuren speelde een prima wedstrijd bijvoorbeeld vanavond. Gladame deed het niet verkeerd, vond ik. Dus ook wel goede dingen gezien. Alleen ja, het moet nog een stuk beter. Ik ken de achterban van NAC natuurlijk een beetje, jij inmiddels ook. Na zo'n nederlaag als vanavond, waar je eigenlijk, denk ik, terecht verliest, dan gaat de achterban zich roeren en dan zal ook weer gevraagd worden van we zullen wel promoveren met het elftal, is de trainer wel goed genoeg? Zijn dat bewegingen die jij ook meekrijgt? Nou, ik probeer daar zoveel min mogelijk mee bezig te zijn, want dat heeft geen nut. Ik snap het wel, maar ja, we zijn een goede Jupiler ploeg en we zijn geen Eredivisie ploeg meer met NAC. Hè. We hebben een budget, maar dat is vergelijkbaar met andere concurrenten. En we hebben een heel nieuw elftal bestaan, dus ik snap, we willen allemaal kampioen worden. Maar dat is het niet zo makkelijk in deze situatie waar we vandaan komen en waar we nu zitten. We hebben een duidelijk plan, een duidelijk visie. Ja, en daar werken wij elke dag uit voor. En wat het uiteindelijk op zal leven, ja, dat zal moeten blijken. Maar ja, de bomen groeien niet meer in de hemel bij NAC, dat weten we ook. Dus we hebben daar flink in bezuinigd. We hebben potentiële goede spelers hebben staan, een potentieel goed elftal. Nou, en we verwachten dat het komende seizoen beter gaat worden. En wat dat dan gaat brengen, ja, dat zal moeten blijken.
een overwinning thuis tegen VVV zal in ieder geval helpen, denk ik. Ja, elke overwinning helpt. Dat is duidelijk. We willen allemaal zo hoog mogelijk spelen. Elke wedstrijd kunnen we ook winnen. Het is niet zo dat we kansloze nederlagen leiden. Dus het ligt allemaal heel dicht bij elkaar. Dus daar gaan we alles aan doen uiteraard de komende 2 weken. Dankjewel, fijne avond.